Hey waar, dit is Meet V, ik ben Daryl. En we gaan nu de nieuwe trend BBQ uitproberen. Hoi, we zijn van Meet V, ik ben Daryl. Hoi, ik ben Amer. BBQ is eigenlijk de nieuwe theesensatie hier in Nederland. Er zijn er nog niet zo heel veel van. Wij zijn de eerste in Gelderland en we zijn 2 weken terug zijn we geopend. En we zijn nu nog een beetje aan het zoeken en vinden van hoe we onze producten goed kunnen neerzetten. En leuk dat jullie even langskomen. Je hoort het eerste vestiging van Gelderland en wij van Meet V zijn hier als eerste hier. En de topping bestaat uit? Ik heb verschillende smaken. Ik heb lychee, mango, yoghurt, aardbei. Dat zijn de verschillende toppingen die in je mond knappen. Ja? En dan heb ik nog de traditionele tapioca. Dat is iets waar je een beetje op moet kouwen. Is een beetje gummybeerachtig. Ja. En dan heb ik daarnaast nog jellies. En die kan je ook selecteren. Dan doen we dat. Oké. Nou, zoals je ziet gaan de balletjes gaan onderop. Zo. En die balletjes zijn inderdaad om voor de knap effect. Precies. Ik ben benieuwd. Ik heb net de bubbelthee geproefd. Nou, het is echt een unieke ervaring. Wat is bubbelthee eigenlijk? Bubbelthee komt van origine uit Taiwan. Er bestaat geen officiële lezing waar het vandaan komt. Een goede traditie van de Aziaten is een jelly als dessert te eten. Dit is de eerste vestiging ook van BBQ. Er is één smaak die ik je zou adviseren om vooral in de herfst te nemen. En dat is speculaas. Nou, ik ga het wel proberen. Oké, dan doen we dat. Hiermee komen we zeker door de herfst door, hé. Dit is Meet V.